Dit is cultuur in Overijssel. Het zijn grote evenementen die veel geld kosten en waar volgens het voorstel van de VVD best wel wat meer subsidie naartoe mag. Neem nou bijvoorbeeld het bloemencorso in Sint-Jans Klooster. Dat kost jaarlijks een 500.000 euro. En dat geld moet bij elkaar komen middels sponsoring, entreegelden, donateurs, dat soort werk. En is het nog wel voor elkaar te krijgen? Ja, het is wel voor elkaar te krijgen, alleen het is natuurlijk voor de bouwers, de corso-bouwers, de groepen, ligt er wel een behoorlijke eigen bijdrage. En het zou mooi zijn als dat wat naar beneden zou kunnen. Aanstaande maandag praat de Tweede Kamer over de cultuursubsidie. Aan de orde is onder meer een andere subsidieverdeling. Meer voor volksevenementen en minder voor bijvoorbeeld klassieke muziek en ballet. Ja, nou, daar heb ik wel een duidelijke mening over. Ik denk dat je bij cultuur af moet vragen, wat is de bijdrage van de cultuurvorm aan de samenleving? Nou, als we dan naar de bloemencorso kijken, dan is dat een hele grote bijdrage. Want wij hebben 2000 vrijwilligers die met z'n allen samenwerken in een grote sociale cohesie. Die samen prachtige professionele bouwwerken maken. Daarnaast is het nog een keertje zo dat er 50.000 mensen langs de kant staan die van het evenement genieten. Er zijn 500.000 tv-kijkers die het evenement op televisie zien. Nou, maar dan lever je toch een gigantische bijdrage aan de samenleving.